Onderuitgezakt gamen, spelen met de iPad of televisie kijken. Bekend beeld voor ouders en de schrik van fysiotherapeuten en artsen. Een aantal van hen pleit vandaag voor meer bewustwording en wil onderzoek naar de houding van jonge kinderen. Die krijgen steeds vaker nek- en rugklachten. En hoe lang speel je dan? Nou, ik heb een keer gehad dat ik 5 of 6 uur zat te spelen achter elkaar. Ik denk 2 uur per dag. Ja, soms heb ik wel last van mijn nek, want dan ga ik zo kijken. Dan voel ik zeg maar een beetje hier zo aan mijn schouder. Als ik zo zit, dan krijg ik een beetje hier pijn. Ja, eigenlijk ben ik wel tablet verslaafd. Wij zien echt duidelijk in onze praktijken steeds vaker jongere kinderen met pijnklachten in onze praktijk. Onderuitgezakt, urenlang turen op de tablet. Funest voor je lijf. Jongeren kampen door een verkeerde houding steeds vaker met rug, nek en schouderklachten. En wat er gebeurt als je achterover zit, is dat je rug deze kant op gaat. En waardoor je dus hier die enorme bolling krijgt en je hier de druk op de wervels krijgt en de vergroeiingen ontstaan. En dat gebeurt dus nu al, dat ziet u al bij jonge kinderen? Ja. Tieners met een bochel. Kinderen van 14 die al rugklachten hebben die bij 50ers horen. 16-jarigen met een hernia. Allemaal door te lang zitten in een verkeerde houding, zegt fysiotherapeut Marloes Kelderman. Nu merk je er nog niet zoveel van die vergroeiing. Want nu ben je jong, nu kan je verder mee doorgaan. Maar op het moment dat je een paar jaar ouder wordt, over 10, 15 jaar, dan krijg je immense problemen die ook dan niet bij die leeftijd horen. Dan zie je 20, 30-jarigen met een rug die bij een 50-jarige pas hoort. Doordat het begin al zo verknoeid is daarin. Uit onderzoek in Denemarken blijkt dat onder de 5 tot 9-jarigen ongeveer een derde meer nekklachten heeft dan in 2008. Onder de 10 tot 14-jarigen ging ongeveer de helft meer Deense jongeren langs bij de fysiotherapeut voor nekklachten. In Nederland zijn dat soort cijfers nog niet bekend. Maar melden zich per jaar 23% van de kinderen tussen de 5 en 17 zich bij een huisarts voor rugklachten. Met de nieuwe stichting Het Houdingnetwerk Nederland wil Kelderman samen met andere artsen meer aandacht creëren voor een betere houding. Maar wees je er bewust van dat als je een paar uur in die houding op een bank zit, dat niet goed is. Ga na 45, 50 minuten even bewegen. Verander van houding. Let op je houding. Ga op je buik liggen. Dat is een fantastische houding. Daar strek je mee op. Want waarom is een goede houding eigenlijk belangrijk? Dan krijg je heel veel last van je spieren. Met de lessen Zit met Pit leert bewegingstherapeut Jolanda van Hoorn kinderen op school weer hoe ze goed rechtop moeten zitten. Want ouders en leraren hebben daar nauwelijks aandacht meer voor. Dit is een nieuwe problematiek waar ouders van nu vroeger niet mee te maken hebben gehad. Die hadden geen tablet, hadden geen computer. En ze kunnen zelf het goede voorbeeld ook niet altijd geven. We moeten zelf ook oppassen dat we niet te veel gaan hangen. Want dat doet u ook zelf? Tuurlijk. Ik denk dat heel veel ouders dat onderschatten. Denken van, ach, ieder kind klaagt wel eens over een pijntje of een ditje of een datje. Maar op het moment dat je daar bewust van gemaakt wordt, dan ga je er meer op letten. Wat betekent dat voor al die kinderen en jongeren als zij gewoon zo doorgaan met die verkeerde houding? Dat op het moment dat je van school ook afkomt en er meer van je lijf gevraagd wordt, doordat je in de werksituatie terecht gaat komen, dat je de belasting op dat moment nauwelijks aan kan daarvan en eerder arbeidsongeschikt zal raken door de klachten die er zijn. Zit met Pit dus.